Hoi, mijn naam is Martijn Meijma en in deze video ga ik je wat vertellen over het volgen van je natuurlijke ritme. Maar misschien ken je dat wel, dat je eigenlijk geleefd wordt door je agenda, of door de klant, of door wat je baas van je verwacht. En dat je niet meer afstemt op, ja, wat is nou het goede moment om wat te doen? Ja, je hebt in je agenda deadlines gepland, of je hebt een schema gemaakt en je hebt gekeken van, oh ja, moet ik dan dat doen? Maar mijn ervaring is dat dat niet zo werkt. Mijn ervaring is dat eigenlijk iedere dag een eigen energie heeft. Een eigen frequentie of een eigen intensiteit. En dat de ene dag dus geschikter is om iets te doen dan de andere dag. Zo zijn er bijvoorbeeld dagen waarop ik zeg van, dit zijn echt dagen om klanten te bellen. Dat voelt gewoon veel beter dan andere dagen. Maar van tevoren weet ik dat niet. Dat is niet zo dat ik zeg van, oh ja, weet je, de maandagen, dan heb ik het weekend gehad en dan ben ik helemaal fris en dan ga ik klanten bellen. Nee, zo zit dat niet. Dat kan zo zijn dat de ene maandag daar geschikt voor is en de andere maandag niet. Ook het opnemen van video's bijvoorbeeld, zoals ik doe. Ja, de ene keer voelt dat veel beter. Dat is gewoon een kwestie van afstemmen. Maar je zult merken, als je dat vaker doet, dat je dan dus dingen gaat doen op momenten dat ze dus eigenlijk als het ware de tijd en versterkt gewoon de activiteit. Dus dat vraagt erom dat je dus gaat afstemmen, zodra je dus iets wil gaan doen, van wanneer is daar de goede tijd voor. Dus dat kan je al doen op het moment dat je een activiteit gaat inplannen in je agenda. Maar ik zou je eigenlijk aanraden om dat niet te doen. Ik zou je meer aanraden, nou, als je dat fijn vindt, om toch een lijstje te maken van dingen die je moet doen. En dan ieder moment dat je ruimte hebt in je agenda, want ja, weet je, als je afspraken ingepland hebt met anderen, ja, dan is het toch handiger om die van tevoren in je agenda te zetten. Want anders wordt het zo van, ja, oh, ik voelde wel goed vandaag. Nee, voor mij voelde het niet goed. Maar daaromheen heb je tijd om activiteiten op te pakken waar je alleen mee aan de slag gaat. Nou, ga dan op zo'n moment eens zitten. En misschien ga je inderdaad in de natuur wandelen of ga je gewoon in je tuin zitten. En je stemt je af op het moment. Je stemt je af op jezelf, je stemt je af op de dag. En je vraagt jezelf eens af van, welke activiteit vraagt vandaag om? Of dit moment. Het hoeft niet de hele dag. Het kan ook zijn dat je de komende 2 uur wat te doen hebt. Of tijd in je agenda hebt. En dan zeg je van, ja, welke activiteit zou ik nu eens kunnen doen? En niet van, oh ja, weet je, morgen moet ik dat klaar hebben. Dus dan moet ik nu dat doen. Of, oh, dit ligt al zo lang op mijn bordje. Nee, je gaat echt voelen van, oh ja, dit is echt een moment om die administratie eens op orde te brengen. Of dit is een moment om een plannetje te maken voor het werven van nieuwe klanten. Of, ja, nee, dit voelt echt als een moment om gewoon naar buiten te gaan. Ik ga gewoon willekeurig eens, ja, die persoon, die had ik altijd al een keer willen spreken. Ik ga er gewoon heen. Of ik bel hem op. Dus dat zijn van die, ja, daar komen ook van die ingevingen. Nou, mijn ervaring is, daar kunnen gewoon wondertjes uit gebeuren. Dat je echt iemand tegenkomt, die, hè, wat, waarom nou net op dit moment? Want ik zit net te denken aan, en oh ja, daar kan jij zo goed bij helpen. En zo ontstaat eigenlijk heel vanzelf, natuurlijk, zeg maar, ontstaat er dan een samenwerking. Of er ontstaat een klantrelatie, of er ontstaat een andere relatie met mensen. Of er gebeuren dingen, of jij gaat heel makkelijk je administratie doen. Terwijl als je dat een andere dag zou doen, dat het veel meer tijd kost. Dus ga eens, laat maar lekker los. Plan niks in je agenda wat niet gepland hoeft te worden in je agenda. En zelfs met de dingen die je in je agenda plant, daar zou je ook eens kunnen overwegen, op het moment dat je die plant, dat je eens afstemt op jezelf en voelt van, welke datum is daar geschikt voor om deze afspraak met die persoon te maken? Of, ik doe dat bij mijn klanten ook wel eens, dan zeggen ze, ja, wanneer zullen we de volgende afspraak maken? Ik zeg, nou ja, ja, wat is normaal, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, wat is normaal? Er is niet heel veel normaal in de wereld. Dus voel maar op welke termijn jij weer bij mij wil zijn. Nou, dat is een beetje lastig, dan stem ik me ook eens af en dan komen we zo samen. De ene keer is dat misschien 2 weken, de andere keer is dat 4 weken, de andere keer is dat de volgende dag. Dus dat ligt heel erg aan, ja, je kunt je dus ook afstemmen op wanneer is het goed moment om een volgende afspraak te maken. Dus daar wil ik je voor uitnodigen, om de komende tijd eens los te laten dat er vaste deadlines zijn, dat er vaste momenten zijn waarop je dingen moet doen, of dat je altijd een maandagmiddag besteedt aan je administratie. Nee, doe het eens gewoon lekker anders. En stem je af op je natuur, op je ware natuur, en stem je af op de dag, en dan voel je, dan weet je wat jou vandaag te doen staat. Dus ik ben benieuwd wat je ervaringen hiermee zijn.